luister jongens, Karin, Willem. Ik wilde even wat zeggen. Ik zeg, je gaat toch niet speechen, hè? Wat? Nee, je gaat staan. Dat is een slecht teken, meestal. Ik wil alleen maar even zeggen dat het vooruitzicht voor morgen goed is. Lichte tot matige wind. Geen bewolking. En warm voor de tijd van het jaar. Ik zie het als een voorteken. Een voorteken dat jullie tweetjes je gaat inschepen op de huwelijkszee. Op de wat? Op de huwelijkszee. En dat betekent dus stralende wind, vol weer en dat er een... Een depressie aankomt over de Atlantische Oceaan. Zegt wie? Het weerbericht. Zware depressie. Oh, nee, hè? Nou, daar hoeven we dus niet op te wachten. Die hebben we al hier. Zie je nou niet dat je dan nerveus maakt, Pam? Oh, sorry, Karin. Zeg, jongens, ik merk dat niemand aan mij vraagt of ik misschien nerveus ben. Ben je nerveus, Willem? Nee. Wat zeg je dan met je vragen of niemand vraagt of jij dan wel nerveus bent? Waar slaat dat nou op? Wat ben jij toch eigenlijk een zeurpiet? Dat flik je me nou elke keer, dat... Sorry, Willem. Trouwens, hingen we. Nou, dat is geen punt, Kar. Ik vertel wel even wat leuks, hè. De vorige keer dat ik ging trouwen, weet je. Nou, je bescheurt je echt, hoor. Ik knielde neer voor dat altaar. Wat denk je? Het prijsje zat nog onder je schoen zo. Ja, hoe weet jij dat nou? Ik ben helderziend. Ach, natuurlijk gaat er wel eens wat verkeerd. Het zit er dik in. De laatste keer dat ik ging trouwen. Nou, je raadt het nooit. Liet ik de trouwring in een putje vallen. Nee, dat is inderdaad ongelooflijk, zeg. Ja. Ja. Ik dacht namelijk dat je hem altijd aan een touwtje had. Alvast voor de volgende. Zit er maar niet over in, Karin. Wat er ook gebeurt, jij bent tenminste getrouwd. Ja, daar kan je nog genoeg over inzitten. Oh, sorry, Karin. Ik ben niet op mijn best. Geef niet, Pam. Het is ook allemaal zo gedoe de laatste tijd. Ik heb geprobeerd de gastenlijst in binnen de perken te houden, maar ja, met Willem zijn ploeg. Hoezo nou weer met mijn ploeg? Die 24 mensen uit Heilo. Ik wist niet eens dat er 24 mensen in Heilo woonden. Ik heb nu op alles moeten beknibbelen. Ja, je kunt niet echt uitpakken voor 20 piekte man. En dan wil ik ook nog wel even stellen dat het enige wat we uit Heilo kunnen verwachten, dat is 4 broodplanken, 2 overwanten en een plastic emmer. Nou, dat is niet echt een aanwinst voor onze keukenset, hè Willem? Nou, dat kan nog een gezellige boel worden op het stadhuis. Oh, die komen heus niet naar het stadhuis, hoor. Die rennen zo recht op de huzarensalade af. Trouwens, ik wil alleen maar jullie 3 op het stadhuis naar die laatste keer. Wat was er dan de laatste keer? Ze verloor de spraakvermogen. Oh, nou, dat heeft ze dan sindsdien wel weer ingehaald. Wat, Willem? Niks. Trouwzenuwen. Ja, en toen viel ze flauw. Nou, dat is heel erg. Nee, echt erg. Dat was het bijkomen. Ik had beter in coma kunnen blijven. Dan had ik mezelf een hoop ellende bespaard. Nou, zie je nou wat je doet, Pam? Ze is helemaal over de rooien. Sorry, Karin. Kom, laten we maar gaan. Waar ga je heen? Naar haar huis. Karin denkt dat het ongeluk brengt als ze de laatste avond met de bruidegom doorbrengt. Ik begrijp zelf niet waarom, hoor. Mijn ongeluk begon pas de volgende ochtend, toen ik naast hem wakker werd. Sorry, Karin. Kom, ik laat je de hoed zien die ik morgen opdoe. Ja? Excuseer. Ja, is dat die op een vliegende schoten lijkt? Ja, maar gaat heel goed. Oh, nou, ik hoop dat de wind er niet anders komt, want anders dan vliegt die zo in de kracht. Zeg, Willem, ik neem morgen maar geen bekende Nederlanders mee, als je het erg vindt. Nee hoor, nee. Nee, het gaat toch een beetje om jullie, hè? Ik wil de show niet sterken. Nee. Nee, want ik kom natuurlijk wel. Ja, dat maakt toch niks uit? Wat? Nee, ik bedoel, alle ogen zijn natuurlijk toch op het bruidspaar, hè, Diddy? Het is onze trouwerij, niet die van jou. Ja, dat is niet helemaal waar. Ik ga ook trouwen. Wat? Wat is dat? Speciale vergunning. Wij trouwen vlak na jullie. Daar heeft Pam helemaal niks over gezegd. Nee, ze weet het ook nog niet. Bedoel jij dat je het niet aan Pam verteld hebt? Na die laatste keer. Ik krijg hem met nog geen 10 paarden naar het stadhuis gesleept. Nee, die gaat alleen maar vanwege Karin. Zeg, dus wij krijgen een dubbele bruiloft? Ja. En betekent dat dan ook dat we Sam doen met de receptie? Nee. Oh.
Het betekent alleen maar dat jij twee keer moet spreken. Eén keer als bruidegom en één keer als best man. Ah. Uh-huh. Best man. Getuigen. Best man. Ik wil dat jij mijn best man bent, Willem. Rijk zal ontroostbaar zijn, maar ik voel me aan jou verplicht. De volgauto's. Wie betaalt die dan? Jij. Ik red dat niet. Ik neem Pam mee naar Marbella, dus je begrijpt dat kost. Hè? Marbella. Marbella? Nee, Marbella. Wij gaan naar Valkenburg. Ja, Willem, ik kan er toch ook niks aan doen dat jij je hele vermogen uitgeeft aan die enorme huzarensalade. Willem. Zo, eens even kijken of de Champinski koud staat. Jij niet zeker? Weet jij wel hoe laat het is? Nee. Wat doe je? Ik ben de ring kwijt. Nee. Ja, en ik heb hem op een veilige plek neergelegd, hoor. En daarna heb ik hem op een nog veilige plek neergelegd. Ja, en... Oh. En toen heb ik hem neergelegd op de allerveiligste plek die er was. Ja. En? Waar was dat? Geen idee. Ik weet zelfs de eerste plek niet meer. Willem? Ja? Aan je pink. Het is 7:00, plechtigheid begint om 12:00. Waarom ga je niet nog even plat? Ah, nee, ik doe geen oog dicht. Huh? Dacht dat jij zei dat je niet nerveus was? Nee, maar nou wel. Er gaat geheid van alles mis. Ik voel het gewoon. Nee, gaat helemaal niets fout. En weet je waarom niet? Omdat ik elke stap naast je sta. Ja? Of achter je. Dus ga naar boven, neem een bad, relax. En ja? Knip je teennagels. Dan zoek ik die lijken wel bij elkaar voor de glasbak. Jerry? Hoe kom jij hier? Voordeur stond open. Je moet wat voorzichtiger zijn. Ze kunnen zo binnenkomen en je lege flessen stelen. Het is zaterdagmorgen. Ja, vertel mij wat. Ik zoek je al sinds gisterochtend. Ik wist niet dat je verhuisd was. Jij bent mijn manager, Jay? Ik ben 6 maanden geleden verhuisd. Kun je nagaan hoe je aan me denkt? Skiën. Oh. Kun je doen? Grote klasse. Ga zitten. Een Amerikaanse miniserie. Wat? Speelt zich af aan het hof van de laatste tsaar, de Romanovs. Op locatie in Sankt Petersburg. Leningrad voor jou. En de rol, Dennis, hou je vast. Ja. Zit je goed? Rasputin. Maar die wordt er vermoord? Ja, pas in het laatste deel. En hij doet er 20 minuten over. Rol van de eeuw. Waarom nemen ze mij? Ja, dat zei ik ook. Waarom, Dennis? Die Amerikanen willen kennelijk een onbekend gezicht... en ik wist geen onbekender gezicht dan het jouwe. Kom, we moeten nog iemand van de casting spreken. We zijn hier langs voor een deurpas en dan... Ja, nee, kan niet. Ik heb een trouwerij. Je gaat toch niet weer trouwen? Ja, nee, ik ben getuige. Getuige? Forget it. Laat me niet zakken, Dennis. Al die jaren heb ik achter je gestaan. Geen cent commissie ontvangen. Beetje dankbaarheid zou wel op zijn plaats zijn, lijkt me. Ik laat je uit dankbaarheid 10% van mijn asnaatje. Geen sentimenten. Bovendien is het 15%. 15? Uh-huh. Kun je nagaan hoe lang geleden? Ja, maar deze keer, dat is echt het beste. Het beste sinds de fabriek, hè? En in dollars. Weet je hoe de dollar staat op dit moment? Huh? Dus pak je koffers. Wij nemen de nachtvlucht. We? Ja. Ik ga mee. Als juridisch adviseur. Ja, daar ben ik altijd van gedroomd. Mijn familie komt uit Rusland, wist je dat? Ik wist dat je van wodka hield, ja. Ja. Ja, dit is een emotioneel moment. Ik heb altijd al teruggewild. Op andermans kosten. Moedertje Rusland, Sankt Petersburg. De wintertuinen, de zomerpaleizen. De zon die in de koepel schijnt, de Kirovbrug. En, wacht even. Wat denk je? Ja, je kunt hem hebben, Jer.
Dus waar wachten we nog op? Ja, ik moet me nog even scheren. Hoeft niet. Rasputin was ook een vies spurk. Als een persoonlijke hygiëne liet veel te wensen over. Nog zo'n pre. Waar ga je dan naartoe? Even iemand spreken, zie je op het stadhuis. Ja, maar Dennis, je zou toch elke stap achter me staan? Ja, nou, ik sla een paar stappen over. Oh ja, Jane is Bol, ja. Bolly is Jer. Ja. Bolly. Zie je? Ja. Tovaric. Tovaric. Ja, ik ben bang dat we niet langer kunnen wachten. We zijn al laat en we werken hier met een nauw schema. Zo, u bent het. Wat? U was hier 6 maanden geleden ook al niet waar. Ja. Mooie boel hebt u er toe van gemaakt. Wat staat ons dit keer te wachten? Nou, ik ga trouwen. Alleen, hij is er nog niet. Wie? Hij? De getuige. Ja, maar we gaan er niet op gedaan. Oh, mevrouw Oudgeest, als ik het wel heb. Ja. Was u hier ook niet 6 maanden geleden? Ja. Ah, juist, ja. Die chaos. Wat denkt u, gaat het ditmaal wat normaler toe? Zeker, zeker. Zodra de getuige verschijnt... Wij hebben onze eigen getuigen. U kunt over onze Arnold beschikken. Wij kunnen niet langer wachten, dus... Nou, we wachten ook niet op een getuige. Kar, ik kan de ring niet vinden. Het enige waar jij aan hoefde te denken was om die rotring niet te vergeten. Ik heb alles geregeld. De receptie, de gasten, het hotel. Jouw enige klusje op weg naar ons geluk was die rotring. En ja hoor, meneer heeft het weer voor elkaar. Ik vind het wel heus wat. Jij vindt nog geen concertvleugel in een eenkamerflat. Als die dikke kop nog niet vast had, dan verloor je die ook nog. Nou zeg, hebben ze nu al ruzie. Kan je meteen zien wat een huwelijk met mensen doet? Ze zijn nog niet getrouwd. Nou, ze zijn vast aan het oefenen, zeker. U bent niet erg op het huwelijk, wel, mevrouw Oudgeest? Nee. Ik denk dat het aardige mensen in monsters verandert. O ja, vindt u dat? Aha. Maar dat trouwen gaat gewoon door, hoor. Hoe dan ook. Een ring is niet per se nodig. Wilt u een stapje naar voren komen? Het is korte plechtigheid en de antwoorden zijn eenvoudig. In mijn functie als... Pardon, mevrouw, is er iets... Ze kan niet praten. Oh, net nog wel. Ze is haar stem verloren. Psychisch. Is ze onder behandeling? Ach, zo kunnen we niet doorgaan. Dit gaat echt niet. Eerst geen getuigen, dan geen ring, nu weer geen stem. Kent ze misschien het dove alfabet? Nou zeg, ze is nog maar net haar stem kwijt. Dan kan je toch niet verwachten dat ze meteen het dove alfabet kent, hè? Dan leg ik maar best eens even een glaasje water gaan drinken. Kunnen we ondertussen doorgaan met de volgende trouwerij. Ik laat u wel halen. Ja, ik laat u wel halen. Wilt u zo vriendelijk zijn? Ja? Mm-hmm. Ogenblikje, mevrouw Oudgeest, dat bent u. Wat? De volgende trouwerij. Ik begrijp u niet. Nee, ik begrijp het ook niet helemaal. De vos die de passie preekt. U gaat dus trouwen. Nee hoor, ik ben hier alleen maar getuige. Het moet een vergissing zijn. Oh nee, helemaal niet hoor. Er is een speciale vergunning afgegeven met naam en toenaam. U gaat trouwen. En waarmee, als ik vragen mag? Met wie? Dat weet u niet. Nee. Ik heb de ring, hoor. Mond dicht. Lijkt wel een sketch, heer. U gaat trouwen met... Oh, nee. Gaat het niet waar zijn. Dit gaat te ver met Dennis D. Wat? Onze vaste klant. Ik had eerder in de fut moeten gaan. Maar ik kan helemaal niet met Dennis trouwen. Oh, nee. Daar hoor ik van op. De meeste dames hebben er geen moeite mee. Wist jij hier iets vanaf, Willem? Nee. En bovendien, het was een verrassing. Jullie gaan naar Marbella. Maar ik kan helemaal niet met Dennis trouwen. Hij houdt niet van me. Die houdt van niemand, alleen van zichzelf. Ja, je kunt niet alles hebben. Nee, ik kan echt niet met hem trouwen. U kunt het niet. Iedereen kan het. U bent niet minderjarig. U lijkt me bij uw volle verstand. Uw papieren zijn in orde. Maar mevrouw ligt dwars. Hè? Wij gaan naar Valkenburg. Hé, hey, Karin. Ik wist gewoon dat het een pandemonium zou worden, zodra ik u zag. Oh mijn god, ook dat nog. U gaat dus nogmaals in de fout. Wat blijf je nou, man? Ik heb een rol, Willem. Grote kans. Kans van mijn leven.
Oh, ik dank God op mijn blote knieën dat ik niks tegen Pam heb gezegd over de trouwen. Acteurs moeten niet trouwen. Dennis, ze weet het. Wat? De ambtenaar heeft het er gezegd. Klootzak! Wat moet ik nou doen? Ik kom net van de Russische ambassade. Niks aan de hand, Danny. Ze wil toch niet met je trouwen. Oh, nee? Nee, al was je de laatste man op aarde. Mooi. Ze vindt je totale egoïst. Goed zo. Ze walgt van je. Heel fijn, Willem. Ik heb het ongeveer begrepen. Ja? Sorry dat je er zo over denkt, Pam. Danny, je kan soms zo'n onverbeterlijke romanticus zijn. Kan ik hieruit opmaken dat uw trouwerij doorgaat? Ja, ik ben bang van wel, ja. Juist, Alfa. Blijf alsjeblieft hier, zodat ik u kan vinden. Uw aanstaande heeft zich opgesloten in de toiletten. Misschien kunt u zich even met haar verstaan. Laat iedereen gaan zitten waar hij maar wil. Het maakt niet uit waar. Of heeft u misschien uw eigen stoel, meneer Dennis Ding? Hij mag je niet, hè, zo te zien. Ja, en ik begrijp niet waarom. Dankzij mij heeft die man een vette baan. Ja, want jij bent toch zijn beste klant? Zeg, ik wou dat jij eens ophield over mij te spreken alsof ik Liz Taylor ben. Oh, sorry, Danny. Maar toen ik het hoorde was het voor mij ook even een schok. Als iemand me vanmorgen gezegd had dat ik nu zou gaan trouwen. Ja, ik weet het. Het is te plotseling allemaal, hè? Wat? Te snel. Ja, het is wel een beetje snel, maar... Ik jaag je te veel op, hè? Ja, je jaagt me wel een beetje op, maar... Dacht ik al. Wat doe ik dit meisje aan? Als ik jou gisteren ten huwelijk had gevraagd, wat had je dan gezegd? Nou ja, dan had ik misschien... Nee gezegd. En je had nog gelijk ook. Zo moeten mensen niet trouwen. Dat is goedkoop. Andermans receptie is niks. En waar ben je dan? Sneeuwstorm. Oh ja? Mm. Maar je hebt alles al geboekt. Maar Pam, je trouwt toch niet alleen maar met me om het reisplan niet in de war te sturen? Ja, maar als je dat denkt... Waarom heb je het dan zo geregeld? Omdat ik van je hou. Maar jij houdt niet van mij. Oh nee? Je kent me nauwelijks. Ik ken je goed genoeg, Danny. Helemaal niet. Ik ben ijdel, arrogant, een totale egoïst. Ja, dat weet ik. Je moet dit niet alleen doen om mij te plezieren, Pam. Nee, maar dat doe ik ook niet. Oké. Kijk, als jij zo nodig trouwen wil, dan trouwen we. Ik hoop alleen niet dat je spijt krijgt. Ik heb niet zo'n beste naam op dit gebied. Drie keer geschoten, drie keer mis. Die arme vrouwtjes worden nog wel eens schreeuwend wakker. Dat onmogelijke levensritme. Een warme maaltijd om 3 uur in de ochtend. Die obsessie voor schone handdoeken. Wat nou schone handdoeken? Kijk, ik zeg niet dat het niet kan werken. Misschien wel. Ja, het blijft een gok, hè? Wie kan het zeggen? Dus als jij een kansje wil wagen... Nou ja, misschien is het allemaal wel een beetje te snel. Het is jouw beslissing, Pam. Kijk, ik ben natuurlijk wel gebroken. Ja? Maar ik begrijp je standpunt. Mooi. We hebben de getuigen. En we hebben het trouwpaar. Zullen we beginnen? In mijn functie als ambtenaar van de burgerlijke staat. Pardon. Ja? Wij zijn van gedachten veranderd. Nou is die boos. Ja, nou ja, we doen natuurlijk wel zijn tijd, hè? Nou ja, we hebben Karin en Willem toch nog? Zij kan niet praten. Natuurlijk kan ik praten. Wat? Ik vond mijn stem terug op het... De dames. Ik had gewoon even tijd nodig om na te denken. Waarom verloor ik mijn stem? Was het door een of ander innerlijk conflict? De erfenis van Willem. Onze plannen met het postagentschap. En dan de receptie. Allemaal al betaald. 75 gasten als gieren op de hapjes brengen. Ik heb het hotel net even genoemd. Ze zijn al aan de fruitbal begonnen. Straks slopen ze nog de bruidstaart. Doe ik het allemaal daarvoor? Of zit er misschien toch diep van binnen een enorme haat tegen deze man? Wacht even. Wacht even. Karin, rustig aan. Kijk eerst nog eens naar dat gezicht voordat je iets zegt. Kijk naar dat lijden en denk na. Weet jij hoe het voelt om afgewezen te worden? Het is alsof er een zware metalen deur in je gezicht wordt dichtgegooid. Binnen... Warmte, vrolijkheid, geborgenheid.
buiten, eenzaamheid. Ik weet het maar al te goed. Oh nee, Dennis, dat bedoel ik niet. Ik zou nooit een zware metalen deur in je gezicht kunnen gooien. Sorry, Dennis. Ik wist niet dat je je zo voelde. Ik wilde je niet afwijzen. Ja, nee. Nou. De taximeter loopt nog steeds, Dennis. Hoe staat het ermee? Klaar? Kan ik de bruid kussen? We zijn nog niet begonnen. Wie bent u? Mijn agent. Kom mee, Dennis. We moeten naar Schiphol. Waar heeft hij het over? Waar moet je heen? Leningrad. Leningrad? En we zouden gaan trouwen. Sankt Petersburg. Ik had het kunnen weten. Dennis moet weer eens trouwen. Je denkt niet na. Er kan altijd getrouwd worden. Maar Amerikaanse miniseries komen nooit meer voor. Je bent al 3 keer getrouwd. Al. Maar nog nooit in Rusland geweest. Zomerpaleis. Wintertuinen. De zon op. Ik weet het. Jay. Ja. Denk daar eens over na, Dennis. Rusland, het nieuwe land van de openheid. Daar kan jij nog wat van leren, hè? Ik zou het je gezegd hebben, Pam, maar ik wist het ook niet eerder. Het is een grote kans voor me als ik dit weggooi. Ja, laat maar, ik begrijp het al. En alles is al geregeld. En we kunnen vooral het reisplan niet in de war gooien, hè? Nou, we kunnen elkaar daarna toch gewoon weer zien? Daar zou ik maar niet op rekenen. Laat zitten, Rasputin. Kom. Tot ziens. Tot ziens. Mag ik zo vrij zijn om te vragen of er misschien nog iemand trouwt vandaag? Anders ga ik maar weer liever terug naar mijn geboorte. Ze hebben sterfgevallen. Ja. Wij trouwen. Oh ja. Ha, mooi. Arnold, dan gaan we onmiddellijk beginnen met de plechtigheid. Karin, Elisabeth van Praag. Karin, Elisabeth van Praag. Neemt u Willem Maximiliaan Termeulen tot uw wettige echtgenoot? Wat is hierop uw antwoord? Kar, een uur is te lang, hoor. Dennis! Er is een kleine verandering. Wat voor verandering? Jij gaat met me mee. Wat? Waarom? Omdat ik je nodig heb, daarom. Maar we moeten opschieten, want we moeten nog een visum halen. Ja, maar ik ben hier getuige. Dat doet Jerry wel. Hij heeft besloten niet te gaan. Wie wil er nou naar Rusland? Ja, maar Dennis... Pamela, als wij morgen de zon op de Gouden Daken zien... het Winterpaleis, de Kirovbrug... Ja, maar dat is toch krankzinnig? Volledig. Oké. Okay. Jerry, dit kon wel eens het begin zijn van een prachtige vriendschap. Kunnen wij misschien verder gaan met de plechtigheid? Alsjeblieft. Ja. Wat ja? Ja, meneer. Dat verklaar ik u hierbij. Tot man en vrouw. Ik moet dus ernstig met u spreken, dame. Zeg. Je gaat toch niet lelijk doen, hè, agentje? Nou, het is allemaal zo, dame... Zeg jij met Dolly, hoor. Lekker en dikkerd. Oh, hallo, Dolly. Ik moet u tot mijn spijt zeggen dat u te hard reed.